Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik kom net terug van kantoor. Het is 1 uur 's middags. Ik was al vroeg op kantoor. Ik ben naar de winkel geweest en naar de dagbladhandel om een pakje af te halen. Maar in de winkel ben ik ook terug weggegaan. Ik heb niet afgerekend, ik heb niks gekocht. Omdat ik me heel angstig voelde. Ik stond aan de kassa met 2 flessen water. En ik ben die aan het terugzetten en ik ben gewoon naar buiten gegaan. Omdat ik me niet goed voelde. Ik voel me vandaag heel angstig. Ik heb best last van mijn angststoornis vandaag. Van paniekerigheid, paniekaanvallen, een vervelend gevoel hoog in mijn maag. Dus heb ik besloten om namiddag rustig aan te doen en tijd voor mezelf te nemen. Want het is de laatste tijd heel veel geweest, heel druk geweest. Dus misschien moet ik gewoon even tot rust komen. Zoals jullie konden zien, heb ik mijn pilletje al genomen. Ik neem dat normaal altijd 's ochtends, maar soms vergeet ik dat. En dan neem ik dat 's middags of 's avonds. Dat is mijn pilletje wat helpt tegen mijn angststoornis. En dan heb ik even een comfortabele broek aangedaan, een pyjama broek. Zodat ik rustig kan chillen in huis. Ik heb normaal straks ook nog een event in Antwerpen. Maar het gaat er gewoon van afhangen hoe ik mij straks ga voelen. Anders ga ik niet gaan. Ik ga mezelf niet pushen als ik mij al niet goed voel. Want ik weet als ik dan over mijn limieten ga, dat mijn angst wel eens erger kan worden. En als ik dan een paniekaanval heb, dan ga ik weer even een tijd waarschijnlijk niks willen doen en mij opsluiten. En dat is ook niet de oplossing. Maar ik ga jullie vandaag laten zien wat ik doe op een dagje als ik mij angstig voel zoals vandaag. Als ik moet relaxen, als ik mijn lichaam even moet laten rusten en zo. Dus ik ga jullie dat allemaal laten zien vandaag. Hopelijk vinden jullie dat een beetje leuk. Is een beetje helpful voor jullie. Kan iemand dat helpen? En ja, let's get started. Ik vind het heel belangrijk om mijn lichaam voeding te geven dat het nodig heeft. Zeker op een dag als vandaag. Dus ik eet 's middags een tomaten-bean soepje. En dan eet ik een slaatje van de sladerij. Zodat mijn lichaam alle voedingsstoffen krijgt die het verdient. Wat ik ook doe is een leuke serie opzetten zodat ik tijdens het eten gewoon helemaal kan ontspannen. Misschien iets wat niet iedereen zijn ding helemaal is, maar wat mij echt heel hard helpt als ik gestresseerd ben of me niet goed voel, is stretchen. Ik doe gewoon wat goed voelt voor mijn lichaam. Ik beweeg mijn lichaam en daarna mediteer ik ook nog altijd heel eventjes. Next up is een lekker gezellig theetje. Iets wat ik heel graag doe als ik een beetje wil ontspannen is koken. Ik kook echt heel graag. Ik vind dat super leuk. En ik weet ook dat Sam altijd geniet van mijn eten en altijd alles lekker vindt. Dus dat is super fijn. Dus dat is nu ook wat ik ga doen. Ik ga eten maken. Ondertussen ga ik een paar YouTube-video's kijken. En gewoon een beetje rusten. En ja, ik weet niet, koken verzet gewoon altijd mijn gedachten. Als ik aan het koken ben, dan denk ik niet te veel na. Dus dat vind ik wel leuk.
Na lekker eten en gezellig bijbabbelen met Sam, ga ik en Sam voor een wandeling. Dat brengt mij ook echt altijd tot rust, zeker nu als het 's avonds zo lekker donker is. Dat is ook heel fijn om mijn gedachten te verzetten. Wat ik dan doe als ik terugkom van het wandelen is in mijn correctboek schrijven. Ik schrijf 's avonds graag eventjes neer hoe ik mij voel, zeker met mijn angststoornis. Wat heel erg leuk is aan het correctboek is dat je kunt wissen. Wat echt heel handig is, want als je dan iets fout hebt geschreven of je denkt toch van oh nee, ik wil dit anders verwoorden, dan kun je dat gewoon wegwissen en opnieuw beginnen. Mochten jullie zelf graag een correctboek willen kopen, de opbrengsten gaan allemaal naar een goed doel. Ga naar de kindjes in Afrika die geen spullen hebben voor op school. En dit geld gaat dus naar hun, waarvoor ze spulletjes kunnen kopen, waardoor ze ook fatsoenlijk naar school kunnen gaan. Maar in deze video geef ik ook één correct boek weg. Dus willen jullie heel graag een correct boek winnen? Volg mij dan zeker op YouTube en laat in de comments weten waarom dat jullie dit correct boek graag willen winnen. Last but not least, voor ik ga slapen knuffel ik nog even met mijn katjes. En dan is het tijd voor een goede nachtrust. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet zeker niet om thumbs up te doen, om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En wij zien jullie morgen!